Hallo allemaal, het zat er al een tijdje aan te komen en sinds 31 december 2020 is het een feit geworden. De nieuwe Europese regels rondom het dronevliegen. Grote kans dat je net als ik niet meer zo met je drone de lucht in kan, maar dat je een vliegbewijs of een vergunning nodig hebt. Halverwege december ben ik gaan bellen met de RDW om meer informatie te krijgen over de nieuwe droneregels. Helaas was het toen nog niet meer bekend als wat op de website stond, maar er zou een campagne komen en voor de rest werd ik verwezen naar de site van de Rijksoverheid. Maar ook hier stond alleen maar verouderde informatie op. Na het zien van een campagnevideo op Facebook ben ik weer gaan kijken op de site van de Rijksoverheid. Nu stond er wel nieuwe informatie. Maar aangezien het overheidsregels zijn, zijn deze niet altijd even duidelijk. En daarom in deze video alles over de Europese droneregels, ook voor fotografen. De nieuwe droneregels zijn onderverdeeld in drie vormen van risico. Een laag risico, de open categorie. Een gemiddeld risico is de specifieke categorie. En een hoog risico is de gecertificeerde categorie. Aangezien er nogal wat regels en eisen zijn, wil ik me beperken tot alleen maar de open categorie. Want ik denk dat de meeste van ons hieronder vallen. Maar mocht je meer informatie willen over de andere categorieën, dan verwijs ik je graag door naar de site van de Rijksoverheid. Ik zal ook een linkje plaatsen onder deze video. De open categorie is weer onderverdeeld in drie subcategorieën. A1, A2 en A3. En deze subcategorieën wil ik graag met je bespreken. Maar voordat ik dat ga doen, even een kleine aanname. Als je als fotograaf een drone hebt, hangt er een camera onder. Want als er geen camera onder hangt, heb je er eigenlijk als fotograaf niet zoveel aan. En hangt er een camera onder je drone, dan ben je als eigenaar verplicht om een exploitatievergunning aan te vragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Ongeacht in welke categorie je drone valt. Je kan de exploitatievergunning zien als een kentekenregistratie van je drone. Want een deel van het nummer moet ook op je drone zichtbaar zijn. Net als bij een kentekenplaat van een auto. Je hoeft niet voor elke drone een aparte exploitatievergunning aan te vragen. Je mag meerdere drones op één exploitatienummer hebben. Voor het aanvragen van een exploitatievergunning of meer informatie kun je eens terecht op de site van de RDW. Ook hiervan zal ik weer een linkje onder de video zetten. Tot nu door met de subcategorieën, te beginnen met subcategorie A1. En eigenlijk is subcategorie A1 ook weer onderverdeeld in drie andere categorieën. Te weten speelgoeddrones, drones tot 250 gram en drones tot 500 gram. En hoewel ik mijn drone als speelgoed zie, denkt de overheid daar waarschijnlijk anders over. Hij is ook niet door de fabrikant aangemerkt als speelgoed, dus ik ga ook de categorie speelgoed niet verder bespreken in deze video. Heb je een drone die niet zwaarder weegt dan 250 gram tijdens het opstijgen, dan gelden de volgende regels voor jou. Je mag maximaal 120 meter hoog vliegen, je vervoert geen gevaarlijke stoffen, je laat niets vallen uit de drone, je hebt altijd zicht op je drone. Je bent minimaal 16 jaar of staat onder waarneming van iemand die ouder is dan 16 jaar met een vliegbewijs. Je bent niet onder invloed van alcohol of drugs. Je vliegt niet in de buurt van hulpdiensten. Je landt als de ander vliegverkeer nadert. Je respecteert andermans privacy. Je hoeft geen kennistest te doen. En je hoeft ook geen vliegbewijs te hebben. Heb je een drone die niet zwaarder weegt dan 500 gram tijdens het opstijgen, dan gelden deze volgende regels voor jou. Het eerste stuk is weer hetzelfde, dus die kopieer en plak ik even. Maar aanvullende regels zijn, je vliegt niet boven mensen, je moet wel een vliegbewijs hebben, het vliegbewijs basis, en deze moet je ook bij je hebben tijdens het vliegen. Dan gaan we door naar subcategorie A2. Heb je een drone die niet zwaarder weegt dan 2 kilo tijdens het opstijgen, dan val je in subcategorie A2. En dan gelden de volgende regels voor jou, waarbij ook weer het eerste deel hetzelfde is. Aanvullend op de basisregels zijn voor deze subcategorie A2 de volgende. Je houdt minimaal 50 meter afstand tot mensen. Tenzij mensen weten dat je boven hun gaat vliegen. Bijvoorbeeld met een bruiloft of een filmset. Je moet wel een vliegbewijs halen, het vliegbewijs basis. Deze moet je ook weer bij je hebben tijdens het vliegen. Daarnaast moet je een aanvullende kennistest doen, het vliegbewijs gevorderd. Ook moet je een zelfverklaring ondertekenen. Dit houdt in dat je verklaart dat je hebt getraind met je drone. En dan hebben we nog één categorie over, subcategorie A3. En daar vallen alle drones onder die tijdens het opstijgen niet zwaarder zijn dan 25 kilo. Ook voor subcategorie A3 zijn de eerste paar regels weer hetzelfde. Aanvullende regels voor subcategorie A3 zijn, je vliegt alleen in gebieden waar geen mensen zijn. Je moet wel een vliegbewijs hebben, maar dat is alleen vliegbewijs basis. En ook deze moet je weer bij hebben tijdens het vliegen. En je houdt minimaal 150 meter afstand tussen woon-, handels-, industrie- en recreatiezones. Nu zou je zeggen, mijn drone weegt nog geen 2 kilo, dus val ik in subcategorie 2. Maar je kan natuurlijk ook in subcategorie 3 vliegen. Je hebt dan alleen wat meer beperkingen van wat je wel en wat je niet mag. Zo mag ik in subcategorie A2 tot 50 meter bij mensen in de buurt vliegen. En bij subcategorie A3 mag ik helemaal niet bij mensen in de buurt vliegen.
Nu je weet in welke categorie je drone valt en welke regels daarbij horen, wil dat niet zeggen dat je in elk gebied mag vliegen. Dus check van tevoren even de website van godrone.nl. Hier zie je op een kaart van Nederland precies in welke gebieden je wel en niet mag vliegen. Ook hiervan vind je weer een link onder deze video. Je denkt nu misschien, leuk al die regeltjes, maar wat gaat het nou eigenlijk kosten? Goeie vraag, en ook dit heb ik voor je uitgezocht. Het aanvragen van een exploitatievergunning bij de RDW kost 23 euro en is een jaar geldig. Wil je je exploitatievergunning alleen verlengen, dan kost het 13 euro. Het aanvragen of verlengen van een vliegbewijs kost 10 euro. En deze is 5 jaar geldig. Maar na 5 jaar moet je wel opnieuw examen doen. Examens doe je niet bij het CBR, maar doe je bij een online vliegschool. Na het bezoeken van meerdere online vliegscholen ben ik erachter gekomen dat Dutch Drone Academy het goedkoopst is. En nee, ik word niet gesponsord, en toch vind je een link ook weer onder deze video. Voor het basisvliegbewijs inclusief 3 keer examen doen betaal je net geen 60 euro. Voor het gevorderde vliegbewijs voor subcategorie A2 betaal je 99,95 voor de cursus en 39,95 per examen. Al met al dus best een flinke kostenpost als ik weer met mijn DJI Mavic Pro wil gaan vliegen. Deze weegt namelijk 734 gram en ik zou in subcategorie A2 willen vliegen. Als ik even snel reken ben ik bijna 250 euro kwijt mits ik het gevorderde examen in 1 keer haal. Wellicht is het slimmer en uiteindelijk goedkoper om een DJI Mavic Mini 2 te kopen, want deze weegt nog geen 250 gram. Hiermee val ik dus in subcategorie A1 en heb ik geen vliegbewijs nodig. Ik heb dan alleen de kosten van de exploitatievergunning van 23 euro en de aanschafkosten van 450 euro. Dit is voor mij een serieuze optie om te overdenken, aangezien ik dan ook nog eens dichter bij mensen mag vliegen. Ik lees in de reacties onder deze video graag wat jullie gaan doen met je drone. Val je in de goede categorie A1? Ga je vliegbewijs halen of overweeg je net als ik om een andere drone te kopen? Ik hoop dat de regels over het vliegen met een drone na het zien van deze video wat duidelijker zijn geworden. Ik ga voor nu mijn drone even opbergen en nadenken wat ik ga doen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken en het belicoontje aan te klikken. Stay safe en tot de volgende video. En hangt er een drone onder je camera, dan... Een drone onder je camera?